Angelique Del Castillo, voorzitter van het platform voor politiek actieve vrouwen, heeft zaterdag een filmavond georganiseerd voor actieve politica. Het doel was de vrouwen te motiveren zich niet uit het veld te laten slaan door vooroordelen van ervaren politici. De film heet Knock Down the House. Del Castillo vertelt meer over de film. Die gaat over vier eenvoudige vrouwen die de politiek ingaan. Ze hebben ook zich niet laten afschrikken door het feit dat ze beginners waren. Sommige van ze, anderen dat ze uit kleine groepen kwamen. Ze hebben hun campagne zodanig gevoerd dat het de mensen aansprak. En daarmee hebben ze veranderingen teweeggebracht. Een culturele en een politieke verandering. In de wijze waarop Amerikanen naar de verkiezingen kijken en aan de verkiezingen meedoen. En ik vertoon dit hier vandaag omdat ik belangrijk vind dat ook in Suriname we nu op het punt zijn dat er dringend behoefte is aan verandering in de wijze waarop we de verkiezingen tegemoet gaan, de wijze waarop we onze kandidaten kiezen. De politica van DA91 vindt dat ook in Suriname er kwalitatieve politici zijn die het waard zijn om in het machtscentrum te zitten. Ze moeten dan ook niet afgemaakt worden op basis van hun religie, etniciteit en cultuur. We hebben hier de ondersteuning van het Vrouwenparlement Forum van Stichting SAMI. We hebben na de film een discussie. En de bedoeling van de discussie is dat we met z'n allen stilstaan bij wat betekent het om mee te doen aan een verkiezing. Hoe win je een verkiezing nu en hoe zou je het moeten winnen? En wat betekent geld in de campagnes? Waarom is het belangrijk dat het transparant is waar dat geld vandaan komt? Dat zijn allemaal belangrijke zaken waar we naar gaan kijken straks in de discussie. En het is niet de bedoeling dat de discussie hier stopt vanavond. Het is de bedoeling dat het voortgezet wordt door al die mensen die hier zijn om naar die film te kijken. Dus vandaar dat we vandaag bijeen zijn om te kijken naar Knock Down the House voor het Amerikaans congres. Maar met het doel om ook in Suriname een vernieuwde DNA-vorm te geven. En op basis daarvan goed bestuur in ons land te laten bloeien. Dat was dus Angelique Del Castillo, voorzitter van het platform voor politiek actieve vrouwen, over de screening van de film Knock Down the House, die afgelopen zaterdag heeft plaatsgehad in het Lalaroek-gebouw.